zocht mensen in mijn maat van mij meegegaan. Anderhalve maand geleden. Ja, ja. En die zag die handdoek, die zag handel bij. 16 jaar geleden, die zijn al goed met elkaar. En de bar, heel belangrijk. Kusje. Ja. Is toch echt schoon. Ja. There is Ashley. Then the quilt. The black one is very spicy. Bij een stichting of zo? Ja, stichting. Welzijnsorganisatie. Eigenlijk een welzijnsorganisatie. Ja. Oh, kijk dan. Klinkt best leuk als je zo uitlegt. Heel vervelend. Maar dat is echt twee. Ik vind het echt heel... Nee, serieus. Nee. Ja, jongens, eet smakelijk. Ja, skillen we haar op het werk. Binnen liep heb ik echt uur zo naar alle volgers zitten kijken. Oh, dat is zo, ja. Gewoon, eigenlijk gewoon een beetje sociale... Wat is er met jou? Kennis, ja. Is wel hoe dingen werken als je... Weet ik veel. We hebben ook vluchtelingenwerk, we hebben jongerenwerk. Ja. We hebben een sociale relaties, rechtswinkel. Dank je. Wij zijn van kleine handen vandaag. Ja, dat geeft niks. Maar ja. Kleine hap. Kleine hap. Ja, dat is meer dan nu. Thank you. Nou, we kunnen er allemaal tegenaan. Vind je dat een kleine hap? Dik in. Zo, dat was het dan. De laatste dag. Eigenlijk enkele uren voordat we weggaan. We zijn in het gebied van het Hilton Hotel en lopen in het mangrovenwoud. Ook mooi. Nou, waar lopen we dan? In de mangroven. Om dat te zeggen, het ruikt naar een Eternity van Calvin Klein? Nee. Het is weer opgedroogd door. Het ziet eruit als een zwarte blubber, man. Ja, vind je dat gek? Het is allemaal grond. Het is gegroeid met... Oh, we hebben weer een keus. Ja, daar zijn we niet zo goed in, hè? De zee. De huisjes van het Hilton. En hier zo de hele oever van de mangroven. Waar ik hier op een prachtig plekje sta. Helemaal alleen. Nog. Komen ze aan. Ergens in de verte. Moet je toch eens kijken, je zit hier geweldig, man. Mooi man hier. Dit is dat plekje. Mooi hier. Ja. Volgens mij bedoelde Agnes en Jacques dit. Ja. Kijk, ze zitten die twee. Ja, maar dan. Die moet ik echt filmen, dat is lachen. Dat heb ik al gedaan. Weer op plek, we willen nog niet naar huis. Oké. Ik zal in Gemert wel laten weten waar jullie zitten. Op de boardwalk. Derde. Kijk, de dames moeten al hun koffers leeghalen. De meeste gaan, klopt niet. We zijn geslaagd. Ja, ze hebben... Hoeveel kilo hebben jullie te veel? Dat wil je niet weten. Nee, van... 8 en 5 is 13. 13 kilo? Ja, 8 kilo en dat kijk hoe netjes ingepakt. Dat krijg je toch nooit in je... Kijk, je mag 20 kilo meenemen terug en 25 heen. Nou, dat is logisch. Kijk, en ik heb maar 15. Ik hang mijn schoenen gewoon aan mijn tas. Dat is een ook mooi. Backpacking Australia. Ja. Lekker rustig. Op weg naar huis. Nee, je kan niet inchecken, mama, want er is geen vlucht meer. Oh, zo'n kelder.